Hey, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij een nieuwe Bright Sessions van BrightTunes. Vandaag gaan we het hebben over Reactive Programming. Maar voordat we beginnen, een aantal kleine huisregeltjes. Zorg dat je in een rustige omgeving zit. Aangezien we streamen, hebben we een klein beetje vertraging op de lijn, ongeveer 30 seconden. Dus als je een vraag stelt of een andere op- of aanmerking hebt, ja, dat duurt even voordat wij daar van op de hoogte worden gesteld. Achter de schermen zit een moderator, die houdt de chat in de gaten voor vragen. En aan het eind hebben we dan natuurlijk ook tijd voor. Voor de rest hoop ik dat jullie gaan genieten van onze presentatie. We doen het deze keer in een net iets andere vorm dan jullie van ons gewend zijn. We zijn namelijk met z'n tweeën en we gaan kijken of deze table talk wat extra dynamiek kan brengen. Zeker. Nou, wie zijn wij dan? Mijn naam is Bjarne Koenen. Ik ben unit manager bij BrightCubes. Ik heb hiervoor 10 jaar als .NET developer gewerkt bij enkele grote klanten zoals ASML, maar ook in de zorgsector en sinds nu weer een paar. En nu een paar maanden aan de gang als unit manager. Ja, nou, leuk dat je aangehaakt bent. Ik ben Daan van Dijk. Op dit moment zit ik op een opdracht bij de Rabobank. Ik zit al inmiddels 2,5 jaar bij BrightCubes en heb hier voorheen ook bij de Kamer Koophandel op opdracht gezeten. En ik focus me vooral op fullstack, dus zowel web als backend. Ja, kijk, hartstikke leuk daar. Nou, je hebt het woord BrightCubes al gehoord. Ja, wie zijn wij dan? Nou, bovenin het scherm zie je al heel veel bekende gezichtjes. Voor degenen die kijken vanuit BrightCubes en voor de onbekenden. Nou, dat zijn onze collega's in de vorm van een avatar. BrightCubes is een IT-bedrijf. We hebben allemaal een passie voor IT, een hart voor IT, zeggen we al vaker. En dat doen we op 3 gebieden, namelijk op data, cloud en op software. En de sessie van vandaag wordt georganiseerd door het softwareteam. En ons idee, onze proposal is altijd om te kijken hoe wij zo snel mogelijk time to market kunnen realiseren voor features. En daarbij ook de juiste kwaliteit te kunnen waarborgen. En wij denken dat reactive programming een van de gereedschappen zou kunnen zijn in onze spreekwoordelijke gereedschapskist. Ja, zeker. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ten eerste, waarom reactive programming? Waarom bepaalt natuurlijk de reden voor het gebruik? En daarna, wat is het dan? Het is een mooie term, maar wat houdt het nou daadwerkelijk in? Net zoals elke tool of methodiek heeft het ook zijn eigen uitdagingen. Dus daar gaan we kort op in. En we gaan het toepassen met een framework genaamd ReactiveX. Daar gaat David het morgen doen. Ja. En tot slot doen we een leuke demo. En dan wisselen we onze eigen ervaringen met reactive programming nog met jullie aan. Ja, zeker. Compleet. Yes. Nou, waarom reactive programming? Ik weet niet wanneer jij begon met aan computers te sleutelen, David. Maar bij mij was het ergens midden jaren 90. Wij hadden een oude computer staan, konden er nog net mee aan de gang. En een paar jaar later moest mijn vader vanwege de eisen in zijn branche een nieuwe computer hebben. En daar kreeg ik ook internet bij. Nou, ik denk dat de meeste van jullie deze pagina wel kennen. Ik heb hem in ieder geval veel gezien, maar het is natuurlijk een relatief statische pagina. Ja. Weinig dynamiek. Nou, als we dit doortrekken naar bijvoorbeeld het openbaar vervoer, ook bij iedereen wel bekend. Hoe ga je nou bepalen welke bus je moet hebben, welke trein je moet hebben? Nou, dan kwamen we ook in die tijd vaak terecht bij het spoorboekje. Wanneer loopt welke trein, welk station, welk tijdstip? Ja, dan was je echt aan het zoeken zo van hier links en dan... Dus dat je precies je tijd wist wanneer er moeten zijn. En voor sommige mensen was dat best lastig. Hè? Hoe lees ik zo'n zo'n spoorboekje? Ja, we zijn natuurlijk een aantal jaren verder. En als we dat vertalen naar IT, zijn ook de eisen wat opgeschroefd. Ja. Men verwacht meer. Nou, waar zijn we nu? Dit is tegenwoordig de norm. We hebben een Google Maps-achtige applicatie. We zien live waar de bus is. We zien live waar de vertraging is. We zien waar we zelf zijn. Welk busnummer we moeten hebben. Hoe laat we verwachten aan te komen bij ons doel. Nou, als je kijkt dan naar de eisen die daar aangesteld worden om zo'n Google Maps te maken. Dus high performance, veel gebruikers. Het is een complexe applicatie. Je koppelt informatie van de NS met de informatie van de gebruiker. Met
misschien wel het weer, ik weet het niet, maar in ieder geval uit meerdere bronnen ga jij dingen samenvoegen. Het is, ja, wat ik al zei, real-time. En de UI is ook nog zeer dynamisch. Ja, ja, en dat real-time is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Want ja, het is leuk als je ziet waar de bus rijdt, maar als je hem alsnog op een minuut mist, dan heb je praktisch helemaal niks aan. Dus, maar, ja, wat ik ook wel leuk vind is bij deze toevallig dat je ook kan zien hoe druk het in de bus is. Dus ja, er zijn allemaal parameters die relevant kunnen zijn. Maar stel, we willen dit nou maken. Het is natuurlijk aanzienlijk veel complexer dan wat je zag op die voorbeeld van startpagina.nl. Willen we dit goed kunnen maken, dan lopen wij tegen het probleem aan dat ook de applicatie heel complex wordt. Complexiteit te managen en daarom de kwaliteit te waarborgen, hebben wij gereedschappen nodig. En reactive programming zou een van deze gereedschappen kunnen zijn. Ja. Ja, dat is een voordeel dat je dus niet constant je app hoeft te refreshen. Dus dat je een dynamische user interface krijgt die gewoon, terwijl je het open hebt staan, geüpdate wordt. En niet zoals met een startpagina dat je de hele pagina moet refreshen om te kijken of er een extra linkje naar Outlook bijvoorbeeld bij is gekomen. Uh-huh. Dus, als we gaan kijken naar wat reactive programming is, dan hebben we een hele mooie definitie. Het is niet nieuw. In de jaren 70 hebben ze het al ooit eens beschreven. In de jaren 90 hebben ze het nog een keer op een andere manier gedefinieerd. Maar dit is volgens mij de meest actuele definitie. So, reactive programming is an asynchronous programming paradigm concerned with data streams and propagation of change. Nou, klinkt heel spannend allemaal. Wat we hebben gedaan is drie elementen gehighlight. Namelijk asynchroon programmeren, datastromen en de propagation of change, dus het verspreiden van wijzigingen. En in de volgende slides gaan wij één voor één deze drie delen uitleggen, om daarna eigenlijk de hele definitie te hebben behandeld. Nou, het eerste is asynchroon programmeren. De beste manier van uitleggen is door eerst synchroon programmeren uit te leggen. Nou, we hebben hier een voorbeeldje. Je ziet eigenlijk een restaurantscène. Twee tafeltjes en een ober en een kok. Nou, dus op het moment dat die ober, je bestelt een hamburger, de ober pakt de bestelling, gaat naar de kok en geeft die bestelling aan de kok. Nou, dan heb je ongeveer 10 minuten bereidingstijd, in dit geval van deze keuken. Wat doet die ober nou? Die blijft staan. Die gaat gewoon wachten, 10 minuten wachten. Dan is de hamburger klaar en dan brengt hij hem naar het tafeltje. Nou, ik kan je wel voorstellen dat tegen de tijd dat die ober bij de tweede tafeltje is, dat die mensen niet zo heel erg gelukkig zijn. Hè? Die ober heeft veel te lang staan te wachten bij die chef. Nou, wat doe je bij synchroon of asynchroon programmeren? Dan ga je dat wachten proberen weg te halen. Dus je gaat andere dingen doen. Dus je haalt wederom de order op voor die hamburger. Die brengen bij de chef. Die gaat aan de gang. Ondertussen kan jij rustig bij het tweede tafeltje ook een bestelling ophalen. Nou, dan ga je terug. Heeft misschien al met al 2-3 minuten gekost, dus je hebt nog wat tijd over om iets anders te doen. Ga je doen. Tegen de tijd dat de chef klaar is met zijn hamburger. Nou, weet je, hij drukt even op een belletje, je komt terug en je brengt je hamburger naar de desbetreffende tafel. Tweede hamburger is klaar, belletje weer om en je brengt hem verder. Je ziet dat die tijd van die ober is op dit moment veel efficiënter ingericht. Nou, als we dat naar een plaatje vertalen, hoe dat er dan uitziet, dan krijg je als volgt. Dus het bovenste plaatje is eigenlijk die ober die elke keer staat te wachten. Waarbij het blauwe stukje het daadwerkelijke werk is wat die ober gedaan heeft. En het rode stukje eigenlijk een soort van wachttijd. Als je dat vertaalt naar de IT, stel je doet dit met als je naar een database aanspreekt, of naar een website, dan zie je dat je best lang moet wachten op een antwoord. Of lang in IT-termen dan. Als je wil dat wil optimaliseren, kan je bijvoorbeeld twee threads doen en dan gaan ze met z'n tweeën staan. Dus veel efficiënter is als je niet gaat wachten, zoals je in het onderste plaatje ziet. En je hebt eigenlijk geen wachttijden, waardoor je alles wat compacter kan doen. En dan kan je dus eigenlijk dezelfde hardware meer performance halen. Ja, en stel in het geval van de bus. Ik vraag op punt A, vraag ik op hoeveel minuten afstand de bus is. En ik krijg pas na 5 minuten door dat hij nog op een minuut afstand is. Dan hebben we hem dus gemist. Dus daarom is dat asynchroon wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, je wil ook niet dat je Google Maps hangt omdat je de businformatie net nog niet binnenkrijgt. Nou, het tweede aspect van
reactive programming, de datastreams. Nou, ik denk dat de meesten wel een voorstelling bij kunnen maken. Wat je op dit plaatje ziet is een pijl naar rechts. Die pijl naar rechts staat voor de tijd. Onze case in dit geval is GPS-locaties. Dus je kan, een datastream kan geen één of meerdere datapunten hebben. En die kunnen ja, op een vast interval komen of verspreid. Dus dat hoeft niet in een bepaalde cadans. Nou, stel je krijgt je coördinaten binnen, dan krijg je op de tijd bepaalde. Ja. Hoe heet het? Longitude ladder. Longitude, yes. Ja. Nou, die krijg je, je plaats je met de auto of met de fiets of de voet. Nou, krijg je een andere. Dus over de tijd krijg jij meerdere punten van gegevens. Dat is eigenlijk een datastroom. Dus je misschien doortekenen en dan krijg je in dit geval hebben we 4 datapunten gehad. Ja. Derde aspect van reactive programming is de propagation of change. Nou, klinkt heel spannend. En als we kijken naar de volgende formule, dan zie je nou, A is 2, B is 3. En we zeggen C is de. Is als we A en B optellen. Dus wat zou C in dit geval zijn? Ja, 5. Nou, dat is wat ik altijd doe. Maar wat nou als we A veranderen naar 3? Nou wordt het wel spannender, want normaliter als je dit zou uitprogrammeren, dan zou C nog steeds 5 zijn. Op het moment dat je dat doorpropageert, dus die wijziging van A verspreidt naar alles wat er van afhankelijk is, dan zou in dit geval C 6 worden. Daar hebben we ook nog wel een voorbeeldje van. Als we naar de volgende pagina gaan, dan krijg je eigenlijk weer terug het overzichtje waar we begonnen zijn. Je ziet de bus bewegen. Dat is eigenlijk een propagation of change van de wijzigingen van de locatie van de bus. Ja, die GPS die je liet zien. Ja, de GPS. Ja. Nou, wat je hier ziet is dus dat we eigenlijk de drie elementen van reactive programming nog een keer hebben aangeduid. Dus het asynchrone programming, dus het ophalen van de kaart zou asynchroon kunnen. Ja. Berekenen van de route. Nou, welke datastromen kan je herkennen? Bijvoorbeeld de GPS. De vertraging die je ziet. Ja, vertraging. Ja. Hier. Ja. Daarboven in de label ook nog. Nou, en de propagation of change zie je dus ook bijvoorbeeld met de update van de waarde van de vertraging. En die kant van de bus. Ja. Plus het mooie hiervan is dat je ziet dat met één datasource, zeg maar de GPS, dat je verschillende componenten op het scherm gaat aanpassen. Dus je hebt een UI die waarschijnlijk onder water uitgesplitst is en allemaal van dezelfde source gebruik maakt, maar allemaal inhaakt op die verandering van de bus die op dat moment plaatsvindt. En ze doen er allemaal wat anders mee. Dus dat is denk ik ook, voegt mooi toe aan de propagation of change, dat het gewoon echt door je applicatie heen trekt. Okay. Ja. Nou, wat zijn nou de uitdagingen als je dit gaat doen? Stel je gaat dit doen zonder hulp van een framework. En dan kom je, nou, normaliter als je een asynchrone operatie doet in code, dan krijg je een callback. Als je heel je applicatie reactief maakt en asynchroon, krijg je dus heel veel callbacks. En dat noemt men wel eens een callback hell. Misschien komt je dit bekend voor. Het is best lastig om hier dan nog een mentaal plaatje van te maken van wat er gebeurt. Dus je gaat heel veel complexiteit toevoegen. En heel veel kansen om fouten te maken. Ja. Kwaliteit zelf. Of door iemand anders die later misschien die code opentrekt. En ook niet meer weet wat er gebeurt. Dus ook voor het stukje onderhoudbaarheid is natuurlijk, wil je dit niet. Nee. Nou, een ander voorbeeldje van een uitdaging die je kan hebben is de volume van data. Netflix gebruikt bijvoorbeeld voor een logging systeem. Reactive programming. En je kan je wel voorstellen als jij van pakweg zeg 100 Netflix servers de logging naar jouw laptop stuurt, dat jouw laptop dat er gewoon minder prettig vindt. Dat noemen we dan backpressure. Dus je moet bepaalde gereedschappen hebben om die druk te verlichten. Nou, je ziet dat deze dames ook moeite hebben om alle snoepjes tijdig in te pakken. Ik denk dat het wel goed illustreert waar het probleem waar je tegenaan loopt. En het laatste puntje waar je tegenaan kan lopen is synchronisatie van die verschillende datastromen. Ja. Ik weet toevallig dat een Nederlandse bank heeft ooit een webapplicatie gemaakt waarin je de koers, dan kon je ponden kopen of dollars kopen of andere buitenlandse valuta. Nou was het dus die synchronisatie niet goed. Als je heel snel tussen bijvoorbeeld ponden en dollars wisselde, dan kon je dus voor de prijs van een dollar ponden kopen. Nou, dat kan best gunstig zijn. Zeg maar. Best lucratief. Ja, best lucratieve deal. Zeg maar.
Dus ja, die synchronisatie uitdagingen, nou, daar hebben we een beetje hulp bij nodig. Ja. Nou, hoe kunnen we dat dan die hulp bieden? Daar bestaat ReactiveX voor, dat is een mooie package. Nou, rechts, ik weet niet of het goed te zien is, rechts in beeld enorm veel toepassingen. Je kunt in Kotlin, Java, Dart, .NET, JavaScript. Je kunt zo gek niet bedenken of het is ervoor. En dat komt ook omdat ze wel marktpositie hebben in het aanbieden van het reactive programming. En ja, dat ze ook vaste functies voor hebben ontwikkeld die in al die talen gebruikt kunnen worden. Wat er ook onder staat, observable. Observable is eigenlijk het begin van de datastroom. Dus je kunt het observen. En het, die zorgt ervoor dat er een soort lijntje wordt opengezet binnen de applicatie of tussen applicaties. Waar je dus aan kan haken als component of als belanghebbende. En iets met die datastroom kunt gaan doen. Nou, wat je ermee wil gaan doen, bijvoorbeeld in het geval van een GPS die we net hadden. Het ene component wil laten zien van, ik wil weten hoe lang de vertraging is. Terwijl dat het andere component, de kaart, die wil eigenlijk alleen maar die GPS op de kaart weergeven. En daarvoor zijn operators. Operators zijn allemaal functies. En ze doen allemaal wat anders. Ze zijn ook verdeeld in categorieën. Je hebt bijvoorbeeld operators die data uit elkaar halen, in een ander formaat doorsturen. Je hebt operators die bijvoorbeeld bepaalde data tegenhouden, bepaalde data vervormen of bijvoorbeeld mathematisch translatie mee doen. Dus ja, stel ik wil elke waarde vermenigvuldigen met 2, dat kan. Dus je kunt zo gek niet bedenken of ze zijn er. Mag ik dan samenvatten dat de observable eigenlijk is, je observeert een datastroom en de operator is, ik wil een mutatie op de datastroom? Exact, ja precies. Nou, als we het over de operators hebben, dit is er eentje. Eentje die ook heel vaak gebruikt wordt, filter. De bovenste lijn, net zoals toen straks hadden met de tijd, de bovenste lijn is, is een log van HTTP statuscodes. Nou, zoals iedereen wel een beetje bekend mee is, je hebt 200, je hebt foutcodes, 404, 500. Stel, wij willen alleen doorlaten als we staatscode hebben die niet 200 is. Dus dat we alleen willen loggen wat fout is gegaan. Nou, dat is de onderste lijn. Stel, we hebben dus een observable met HTTP-codes. Dan zie je de eerste 200 en de tweede 200 doet hij niks mee, want het is 200. Vervolgens komt er 404 door. Ja, die willen we natuurlijk wel opvangen. Dus die zakt als het ware door het filter heen en komt in de in die laag te liggen. Nou, vervolgens komt er een 200 en een 500. Nou, die 500 willen we dan ook hebben. En zo krijg je als het ware een aftakking van de pure datastroom. Waar we misschien met dat component die we loggen, dan kunnen we er iets mee. Ja. Ja, zoals ik net als wij zijn enorm veel operators. Dit is een lijstje, dat zijn ze nog niet eens allemaal. Gaan we ook even wat verder op induiken zo. We hebben 3 gehighlight. De meest linkse, dat is combined ledgers. Die combineert datastromen. De tweede is filter. Die hebben we zojuist al besproken. En de derde is map. Die wordt ook heel vaak gebruikt om data te transformeren. En misschien is het goed om nog even te vermelden die 2 links die je ziet. Dus de eerste is een linkje naar een beslisboom. Omdat het er zoveel zijn, kan het best wel overweldigend zijn als je ermee start. Welke moet ik gebruiken? Nou, dan hebben ze een beslisboom gemaakt. Dan kan je aangeven wat je wil. En dan helpt het jou bij het selecteren van de juiste operator. En de tweede linkje is een site waarin je al deze operators ziet met een visualisatie. Dus eigenlijk die lijntjes met die bolletjes die we net tekenen. Dan noemen ze een marble diagram. Daar zie je voor al deze operators de marble diagram. Ja, marble diagrams worden altijd gebruikt om een observable of een stream goed te kunnen weergeven van wat gebeurt er nu. Welke filters, welke operators worden er nu overheen gegooid en wat is ons resultaat daarvan? Dus, mm-hmm. We dachten het is ook leuk als we een case laten zien van hoe je het kunt gebruiken. De vorige keer hebben we Bastiaan als voorbeeld gehad, dus nu is Alex aan de beurt. We gaan onze zeer waardeerde collega Alex inderdaad in het zonnetje zetten. Hoe ziet de kaas eruit? We willen een soort office domotica.
Alex vertrekt elke ochtend nog netjes naar kantoor. Of 's middags. We willen weten wanneer die binnen een bepaalde range van meters van het kantoor verwijderd is. En dan willen we natuurlijk dat er een drankje klaar staat zodra die op kantoor aankomt. Dat drankje kan verschillen. Ligt er maar net aan op welk tijdstip van de dag die aankomt. Is die voor 4 uur, dan kunnen we voorstellen dat hij koffie wil. Na 4 uur iets fris of een biertje, ligt een beetje aan. Ja. Vrijdag of door de week. Ja. Bij deze kaas nemen we niet mee of het donderdag of vrijdag is, maar gaan we gewoon van elke dag van de week uit. Dus dat kan Alex later bevestigen of ontkrachten. Yes. Dus dat. Let's go. Zullen we overschakelen naar je demo? Ja, ik ga hem ook schakelen. Kijken. Dat is goed, deel ik al mijn scherm. Yes. Als het goed is, is mijn scherm te zien. Nou, not yet. This is dead. They can't hear you. Oké. Ik kijk even naar onze moderator of het scherm goed gedeeld wordt. Kan staan te live hier. Ja, ik nog een keer share. Try to restart. Oké. Het lijkt wat even mis te gaan met het sharen van mijn scherm. Yes, we zijn live, hoor ik. Top, dan even kijken of ik deze weg kan halen. Ja. Nou, dit is een leuk dashboard dat we in elkaar hebben geknutseld. Links is de kaart te zien, daarop zie je Alex op de snelweg. En daar op de high-tech campus in Eindhoven zie je het kantoor van BrightCubes met een range eromheen. Wat zien we rechts? Dat is de startknop voor als we de demo willen starten. Op dit moment komt er nog geen GPS door. Dan zien we vervolgens de afstand tot BrightCubes. De huidige tijd, dat is een tijd die we even hebben ingesteld om te kunnen laten zien tussen voor 4 uur en na 4 uur. En vervolgens als Alex aan het rijden is, dan zien we de coördinaten. Met daaronder een foto van het kantoor. En nu is de koelkast gesloten. Er zijn nog geen drankjes geserveerd, geen koffie, geen bier. Daarmee gaan we aan de slag. Even kijken. Nou, allereerst willen we natuurlijk kijken naar onze datasource, de GPS-coördinaten. Ik heb al het een en ander voorbereid. Hier zie je, dit is een GPS-service. Ik heb alles in Angular gedaan. Is een GPS-service en we hebben twee componenten zoals je hier links kunt zien. Eentje is de kaart, map, en de andere is de office, dus het kantoor zelf. Dit is een functie start GPS. En in pseudocode heb ik al even opgeschreven van wat willen we daar nu eigenlijk. Daar zie je bijvoorbeeld, we willen dat hij begint met het combineren van de bronnen van route en een timer. Dat we die datastromen samen hebben, dat we daar dingen mee kunnen doen. En dan totdat er geen coördinaten meer over zijn, willen we de route transformeren en de GPS-coördinator uithalen, één voor één. En elke keer als hij er eentje uithaalt, dat hij een event gooit naar de huidige coördinaten, dat is een ander observable. Zodat daar wat mee gedaan kan worden in de applicatie. Hierboven dus in de constructor, dus als deze service wordt aangemaakt, roepen we een service aan. In dit geval is het een JSON die lokaal staat, gewoon puur om even dit te simuleren. Maar dat zou natuurlijk altijd een HTTP-call kunnen zijn met een database, een service X, noem maar op, je kunt er alles mee. Of de echte sensor. Of de echte sensor, ja, correct.
Nou ja, dus laten we beginnen. Ik zou hier zeggen, we willen een simulator maken. Dat is een demo. En dan gebruiken we Combine Latest. Nou, misschien is het even goed om uit te leggen wat Combine Latest is. Even kijken, nou zit ik in de verkeerde dia. Nou, Combine Latest. Dat is wel gelijk een redelijk complexe. Je hebt een bovenste lijn X en dan heb je een tweede datasource Y. Nou, in dit geval is bijvoorbeeld de bovenste is GPS, de tweede is de tijd. En dan zie je dat de lijn Z onderaan, dat die pas getriggerd wordt als beide waardes binnen zijn. Dus stel de GPS laat al A door en de tijd laat al 1 door, dan wordt die gecombineerd naar A1 op de lijn Z. Vervolgens als dan er een nieuwe tijdsseconde aanbreekt met 2, dan wordt de lijn wordt A2. Dus dan behoudt hij de eerste waarde, de GPS-waarde, alleen dan gaat de tijd vooruit. En zo zie je dat dan welke waarde ook wordt aangepast, dat die datastroom, dat die echt gecombineerd is tot 1 datastroom. Nou, deze manier kunnen we goed gaan gebruiken bij onze GPS-service. Dus hebben we een Combine Latest. Nou, dan zeg ik van this.route, dat is de JSON die hierboven is uitgelezen. En dan zeggen we pipe. Pipe is altijd nodig om er operators op te gooien. Ik zie nou dat hier staat hier RxJS, dus dat is de JavaScript variant van ReactiveX. Dus hij creëert nu een datastroom van route. Dan gooi je er een pipe op. En dan zeggen we switch map. Dat is ook een operator. Die ga ik verder niet toelichten. Maar je zult op mijn woord moeten geloven dat deze de route doorgeeft zoals bedoeld is. Vervolgens hebben we een interval. Dat is onze timer. Die willen we dat die elke seconde loopt. Dus we hebben hierboven een variabele GPS-interval in milliseconden. 1000, dus elke seconde wordt deze getriggerd. En zo. Even kijken of die goed in beeld is. Zo. Nou, die moet ik ook toevoegen, is ook van RxJS. En zo zie je dat we al een gecombineerde datastroom hebben. Dus voldoe ik aan deze tekst wat ik had gemaakt. Nou ja, we willen uiteindelijk wel ook dat die voldoet aan het onderstaan. Dus totdat er geen coördinaten meer over zijn. Dus dan kan ik zeggen simulator, ik kan het wel goed typen, .pipe. En dan is het take while, dus neem coördinaten totdat. Dan zet ik hier, zijn de parameters, zijn de interval en de coördinaten. En daarmee kan ik dan dingen doen. Dan zie je hier ook, dit zijn nummers, nou, het zijn coördinaten en de interval, dat is een nummer. Dus elke keer als er een interval triggert. Kijken, nou dan willen we uiteindelijk dat deze dus een object, zolang coördinaten zijn, dat hij dan GPS-punten doorstuurt. Nou, dat is in dit geval. Vervolgens willen we iets met die coördinaten, dus gebruik de functie map. Nou, ga ik even naar dia. Wat is nou de map operator? Je ziet bovenaan stroom X. Dat is in dit geval bijvoorbeeld de GPS. En dan doen we een map en dan doen we in die map doen we een maal 2. Dus we willen eigenlijk dat de waarde van X constant verdubbeld wordt. Dan zie je dat op lijn Y komt direct het resultaat daarvan. En dat is dus in dit geval een maal 2. Dus stroom is 2, dan wordt het 4. 5 wordt het 10. Nou, dus in die map kun je in principe alles met je data doen en vervolgens iets nieuws doorsturen. Dat gaan we ook in deze demo doen. En dan zet ik hier weer coördinaten en interval. En dan moet ik even dubbele haakjes omheen, anders gaat mijn IDE erover klagen dat ik het weer niet goed doe. Maar het gaat wel goed. We willen dat we een GPS-coördinator doorsturen, maar het is nu nog gecombineerd. Dus wat ik nu ga doen is dat ik zeg, oké, haal uit de coördinaten op interval x
haal dan de longitude en de latitude. Interval. En dan dit is de eerste. Nou, nu stuur ik een object terug en dit is TypeScript, dus hij wil, ja, het is netjes om wel aan te geven wat voor object het is. Dat is van GPS-coördinaat. En dan zie je een GPS-coördinaat heeft. Ik heb er even één. GPS-coördinaat heeft een latitude en een longitude, dat allebei een nummer is. Nou, netjes. Dus totdat er geen coördinaten meer over zijn, dat hebben we met die take wild voor elkaar, transformeren we de route naar GPS-coördinaat data. Nou, dat hebben we dus nu ook voor elkaar. Even voor mijn beeldvorming en David. Dus wat we nou gemaakt hebben is, ja, we hebben een voorgedefinieerde route van hoe Alex naar zijn werk gaat. Ja. En elke seconde maakt Alex een kleine progressie op zijn route, totdat het bij kantoor is. Ja, correct. Zeker. Ja, volgens moeten we aan het laatste nog voldoen. Dus als, wat ik nu doe, is ik subscribe erop. Dus ik zeg als het ware de observable die we hadden. Daar subscribe ik op en daar wil ik wat mee doen. En in dit geval luister ik naar de GPS source die we hadden. En ga ik vervolgens een andere observable triggeren van oké, geef de volgende maar door, geef de volgende maar door. Nou, die hebben we hierboven al aangemaakt. Dat kan ik hier direct bij de implementatie laten zien. Dat is current coordinate. Dus dan zeggen we elke keer van de huidige coördinaat is deze coördinaat. En zo stellen we, kunnen we dus alle andere componenten op de hoogte stellen. Nou, ja, we moeten nog wel implementeren. We hebben nu onze source hebben we voor elkaar, die hebben we netjes gemaakt. Maar nu begint echt leuk werk, want we willen het in de kaart gaan gebruiken. En we willen het in het rechtergedeelte van het scherm met alle data willen we het gaan gebruiken. Dan begin ik bij de kaart. Nou, ik heb ook al wat zaken voorgeprepareerd. Van hoe de kaart wordt opgebouwd en dergelijke. Dus nu hoeven we alleen aan te haken op die source. Nou, dan zeggen we hier, als er coördinaten zijn, dan mag die de kaart gaan maken. Dus dan zeggen we hier GPS service, waar we het net in geprepareerd hebben. Dan zeg ik, heeft coördinaten, dat is een observable. Daar zet ik dan een pipe op, zodat ik operators op kan plaatsen. Die vervolgens iets mee kunnen doen. Nou, stel een filter. Dit filter die moet dus bepaalde dingen doorlaten en ik wil alleen dat de volgende operator wordt getriggerd als deze observable, als er daadwerkelijk coördinaten zijn. Dus ik zeg nu van oké, eerst filteren en vervolgens als hij geen coördinaten heeft, doe er niks meer mee. Nou, heeft hij ze wel, dan gooi ik een operator op, take one. Dus dan zeg ik als het ware oké, als hij coördinaten heeft, doe dit maar één keer en dan sluit hij direct een subscription. Want subscriptions, dus net zoals met, als je met event handling aan de gang gaat, als je ergens op subscribe, dan zet hij het in memory en dan moet je wel uitkijken dat hij niet open blijft staan. En in dit geval met zo'n take one voorkom je dat zo'n subscription open blijft staan. Want als hij hier doorheen valt, dan sluit hij hem ook direct uit zichzelf af. Dus dan heb ik hier die subscribe. En dan zeg ik hier, nou, maak dan maar de kaart. En dat is een functie die ik hieronder al gedefinieerd had. Nou, zo zie je dat je dus met een bepaalde bron kun je al heel snel in componenten kun je op inhaken. Kun je er even wat mee doen met operators en vervolgens de actie die je wilt hebben. Nou, dan de... willen we ook wat doen met de huidige coördinaat, want die willen we daadwerkelijk op de kaart laten zien. Dan hebben we een take until. Take until is eigenlijk net zoals take while, maar dan willen we als het ware dat de subscription data mag blijven pakken totdat destroy getriggerd wordt. Dat is ook een event. Nou, destroy is in dit geval wanneer het component wordt afgebroken, dus dat er geen memory gebruikt wordt voor die subscription en dat er echt alles opgeruimd wordt. Nou, dan dat is het enige wat ik ermee wil doen. Vervolgens ga ik hier op subscriben. Zo. En dan zeggen we, dit zijn de coördinaten van GPS-coördinaat.
Zo. En met die coördinaten gaan we de map opbouwen. Dus zeggen we map. En dan update de coördinaten. Elke keer als die coördinaten krijgt. Nou, dan geven we in dit geval even de kaart mee. Hij verwacht. Van de coördinaten wil hij longitude. Hij wil van de coördinaten wil hij de latitude. En ik heb hier markers. Nou, die markers zijn de twee punten op de kaart. Bright Hughes en Alex zelf in de auto. En voldoen we ook hieraan dat hij de huidige coördinaten ophaalt. Totdat een component wordt afgebroken. En dat de coördinaten op de kaart worden geüpdate. Nou, dat is top. Dan gaan we even kijken naar onze testomgeving. En dan zie je dat Alex daar staat met Bright Cubes. Omdat we nog geen GPS gestart hebben in het rechtergedeelte, daar gaan we zo aan beginnen. Kunnen we Alex nog niet laten rondrijden. Dat is het laatste gedeelte wat ik even wil laten zien. En dat is dus het connecten van de start GPS knop. En dat ook rechts in het scherm de data wordt getoond. Heb jij er nog iets op toe te voegen? Of, op dit moment niet. Mooi. Even kijken. Nou, wat bij dit component anders is dan bij de vorige. Daar zag je dat we in de code, in het component zelf, een subscribe deden. Maar je kunt ook, als je aan een webapplicatie werkt, kun je het vanuit de template doen. Het voordeel daarvan is dat je niet een subscription bij je hoeft te houden. En niet hoeft op te ruimen, omdat dan de template wordt afgebroken. En automatische subscription ook. Nou, daar zie je hier bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dat doen we door zo'n async pipe. Dus we hebben in dit geval een observable die de afstand in de gaten houdt. En daar binden we op. En dan zeggen we van oké, status arrive mag die hebben als de distance 0 is. Dus dat gaan we in dit geval laten zien. Dat je dus geen subscription nodig hebt. En dat je dus ook vanuit template kunt doen. Nou, dan ga ik even wat voorgeprepareerde code copy pasten. Hier zie je dat allow to start haalt van GPS service op of die coördinaten heeft. Dat is een observable. Dat zie je ook als ik hier overheen hover. Zie je dat dit een observable is van boolean. Dus true false. De huidige coördinaten haalt hij op en de afstand. Vervolgens willen we kijken of Alex dicht bij het kantoor is. Of die in range is. Dus dan zeggen we als het ware, we willen een constante met is near the office. Nou, wat we vervolgens doen, dan haken we in op die distance observable die we hadden. Dus daar krijgt hij elke keer de distance door. En die mappen we dan naar een true of a false. Even kijken waarom die nu niet goed gaat. Ik heb waarschijnlijk ergens een haakje vergeten. Dat gebeurt nog wel eens. Nee. Ah, die zet hij. Ja, dus van, de map is van RxJS. Nou, en dan gaan we kijken van, is die binnen de range ja of nee? Dus dan, ik stuur in plaats van de afstand, stuur ik nu true of false door. Bij het antwoord op deze observable. Dus we hebben een datastroom gemaakt van een datastroom. Nou, dan willen we natuurlijk ook een stukje tijd erin hebben. Met de huidige tijd. Dit is gewoon even een eigen tijd die ik heb gecreëerd. Nou, zie je dat hier? Zie je een tab, een map en een share. Dat zijn ook operators. Tab, dat betekent gewoon doe iets. En in dit geval zeggen we van oké, de starttijd en dan tellen we elke keer een seconde bij op. En we share hem, zodat die observable niet 10.000 keer getriggerd wordt. Elke keer als er op gesubscribed wordt. En dat we zeggen oké, de tijd is voor iedereen hetzelfde. Dus dit is gewoon een manier om even hardcoded te kunnen zeggen oké, dit is onze tijd om het na te spelen. Ja, als laatste willen we natuurlijk weten welk drankje krijgt Alex eigenlijk. Daar gebruiken we die combined layers weer voor. Want in dit geval willen we combineren, is hij dichtbij het kantoor en wat is de tijd? Want aan de hand daarvan bepalen we het type drinken. Dus vervolgens zijn dit dus ook in de parameters die hij in de map-functie meekrijgt. En roep een functie aan die het type van drinken bepaalt. Nou, we hebben alles klaargezet om het te testen. We hebben als starttijd doen we een tijd in de ochtend.
Dus we willen eigenlijk dat Alex in dit geval dat hij koffie krijgt. Nou, je ziet ook hier, gaat de tijd al lopen, die loopt door. Dus dit is een datastroom die blijft updaten zonder dat het scherm refresh. Nou, start het rijden en dan zie je rechtsbovenin dat dus de kilometers tot Bruidcubes kantoor dat die afnemen. De coördinaten worden geüpdate en links wordt de kaart geüpdate met Alex erop. En wat je hier dus duidelijk ziet is dus dan van één datastroom, de GPS, en een andere datastroom, het interval van elke seconde, dat ervoor zorgt dat meerdere componenten zonder refreshen die propagation of change kunnen hebben. Dus je hebt nu echt flow in je applicatie. Nou, je ziet hier, komt hij in de range van 800 meter. Ah, hij krijgt netjes koffie, dus als hij op kantoor straks is, dan staat er netjes koffie klaar. Dan zal hij een blij man zijn. Hij zal een heel blij man zijn en opgewekt. Nou, en dan zie je ook dat het component aangeeft van, hey, hij is gearriveerd. Dus hij herkent nu, er is geen afstand meer tot het kantoor. En hij is wel aan het rijden geweest, dus is hij gearriveerd. Nou, dat kunnen we natuurlijk ook doen met, hij wil natuurlijk wel een lekker drankje vanuit de koelkast. Nou, in dit geval kunnen we hem dus weer starten. Alex gaat hetzelfde rondje weer rijden. Dat zal hoogstens een dag later zijn, vermoed ik. En je ziet dat de tijd die zit nu op 16:59. Dus nu zouden we verwachten dat hij netjes een drankje krijgt als hij binnen de range is. Wacht even. Hij rijdt niet al te hard door. Komt niet vaak voor. Nee, komt niet vaak voor. Het is geen real-life data volgens mij in ieder geval. Kijk, nu is hij dus binnen de range. Hij gaat de koelkast open en ja, kunnen we lekker een borrel hebben. Dus dat is eigenlijk wat je met, ja, in het kort met de observables kunt. Je kunt ze combineren, je kunt ze uitlezen, je kunt ze transformeren. Ja, ik wou zeggen wat niet, maar hergebruiken. Ja. Dus tot zover de demo. Dan schakelen we weer terug naar de presentatie. Ik heb dat nou wel. Rondjes gehad. Kijk even naar onze moderator. Stationary. Ja, dit zijn mooie voorbeelden. Onze ervaringen. Ja, misschien is het wel leuk om, we hebben alle twee in meer of mindere mate een keer mee gewerkt. En het leek ons leuk om even te kijken wat onze ervaringen waren. Dus misschien ja, is het leuk om die uit te beginnen, David. Nou ja, dat zag je ook zojuist in deze applicatie. Je krijgt echt flow in je applicatie. Je hebt als het ware één bron, en dat is in het geval van de frontend en HTTP-call. En vanuit daar kan je het helemaal door laten sijpelen in je applicatie. En dat is gewoon hartstikke mooi dat je geen vervuilde bron hebt, maar dat wel elk component ermee kan doen wat hij zelf wil. Mm-hmm. Ja, ik zie op het scherm ook bij jou object oriented. Ja, nou ja, kijk, ik zelf heb voornamelijk ervaring met .NET gehad. Dat is voornamelijk in backend en in meeste gedaan in object-oriented programming. Mijn grootste, waarom ik het erop gezet, mijn grootste leerpunt was, dit vereist een net iets andere gedachtegang. En dat was in het begin best wel wennen. Zeg maar, x aantal jaar doe jij het op een bepaalde manier. En op het moment dat je daar met een andere blik tegenaan kijkt, is dat wel wat uitdaging, zeg maar. Wel leuk. En er zijn ook wat dingen die ik meegenomen heb uit reactive programming. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld RFCS gebruikt, dan is het wel makkelijk als je wat objecten hebt die niet constant veranderen, immutable objects. En ik merkte aan mezelf dat ik dat ook mee heb genomen in bijvoorbeeld mijn .NET development. Hetzelfde geldt eigenlijk voor pure functions, dus dat zijn functies zonder side effects. Hè? Dus elke keer als je die functie aanroept, dan gedraagt het zich hetzelfde. Dat is ook wanneer je object-oriented programming doet niet altijd het geval. Dus dat is ook weer iets wat ik mee heb genomen. Ja. Ik vond het wel leerzaam om het vanuit een andere beeld te bekijken en extra dingen mee te nemen. Ja.
Cool, graag. Misschien jij je. Want reactive programming is natuurlijk nu een beetje hot en happening. Je ziet het steeds vaker. Angular heeft het een boost gegeven. Hoe zie jij de toekomst? Wat is jouw visie daarop? Ik denk sowieso de toekomst sowieso reactive is, reactive programming. Ik denk ook dat het al in heel veel plaatsen gebruikt wordt. Maar dat net het laatste zetje is om ook de oude applicaties zeg maar mee te krijgen erin. Juist door de voordelen die je ook aangaf qua performance, qua onderhoudbaarheid, qua geen callback hel meer. Dus ik denk dat het zeker zo zijn voordelen heeft. Het heeft ook wel zijn maar, want dat heb ik ook, dat is ook wel een punt die ik heb geleerd. Je hebt geen callbacks. Maar je moet wel dus goed opletten met je resource. Ook wat ik aangaf in de demo, van als je een subscription open laat staan, in het geval van je bent een bank, stel met jouw voorbeeld, met die valuta transformaties. Ja, zeg maar, elk component kan zijn eigen transformatie opdoen. Maar als net die subscription open blijft staan en dat komt op het scherm staan, en ik kan, ik kan veel goedkoper een dollar inslaan dan iemand anders. Dat is wel heel gevaarlijk, zeg maar. Dus er is wel een bepaalde visie voor nodig van oké, waar laat je subscriptions en wat doe je ermee? Dus breek je ze op tijd af? Dus je moet heel goed op je resource letten in dat opzicht. Nou, misschien een kleine aanvulling daarop vanuit meer een backend gedachte. Ik zie tegenwoordig microservices zijn hot. Je hebt steeds meer applicaties die onderling samenwerken, reageren op elkaar. En ik denk dat dit ook echt al een methode is om daar bijvoorbeeld invulling aan te geven. Ja. Dus ik zie voor alle partijen wel voordelen. Ja, zeker. Dan komen we tot slot natuurlijk. Of er nog wat vragen zijn binnengekomen. Dan kijk ik even naar onze moderator.